Met meer dan 50 kunstenaars op 25 verschillende locaties organiseerde het cultuurplatform Gemeente Bunschoten dit jaar weer de kunstroute. De deelnemende kunstenaars waren uitgedaagd om in hun kunstwerk voor de overzichtstentoonstelling het thema geluk te verwerken. Ja, wat zouden zij ervan hebben gemaakt? We gingen kijken in het gemeentehuis. Het was nog rustig met bezoekers. Van de diverse kunstenaars waren veel mooie werken te bewonderen. Maar welk schilderij zou zijn gemaakt door inspiratie van het thema geluk? Nu zijn we bij Ootje Eppie in Eemdijk. Daar exposeren Anouk en Sarah en ze doen voor de eerste keer mee met de kunstroute. Wat u allemaal hier ziet, bij de muur, bij de raam dan, is allemaal van Anouk van der Meen. Ja. Ze zit daar. Ja, die zit daar lekker te schilderen, ja. Ja. En ze doet meestal alleen maar portretten en zo. Ja. En ze heeft 5 jaar lang heeft ze bij Maybrit, hoe heet ze van achternaam? De Cotelet. Van de Cotelet. Van de Cotelet, ja. Les gehad en nog steeds. Ja. En de enige tijd dat ze schildert nog is elke week 1,5 uur. Ja. Omdat ze heel druk is met de studie. Werk. Wat doe je voor wat dat studeer je? Ik studeer HBO rechten. Zo? Ja. Joepie de poepie. Hey. Nou, wie weet, als ik ooit eens een keer zonder bedrijf, dan moet ik... kan je mij dus zien? We hebben nou een beetje basis gemaakt, hè? Zo. Nee, ja. Maar succes met je studie, hè? Dankjewel. En deze twee zijn van mijn moeder, Zari Tuliagana. Oh, die... Die zijn van u. Ja. Ah, ja. En daar hebben we ook nog van mijn moeder. Oh, dus hebben we hier 3 exposanten dan, ja, hè? Precies, ja. Ja. Dit allemaal. En, ja, gaan we zo eens mooi bekijken, ja. Ja, en dit is aquarel. Ja. En voor de rest schildert zij met aquarel vaak. Ja. En ze houdt heel veel van landschap om te schilderen. Mm-hmm. En dit doet ze als hobby, ze doet het niet... Ons echt werk of zo. Nee. En ze heeft nog nooit echt een les gehad of zo. Nee. Maar heb jij het talent van je moeder dan? Of hoe moet ik dat zien? Ik zou dat wel zeggen. Ja. Dat het een beetje in de familie zit. Ja, ja. En hoe lang schilder jij? Ik schilder nu bij Maybrit ik nu 1 jaar. 1 jaar? Ja. En waarom heb je Maybrit gekozen? Omdat ze de publieksprijs heeft gekregen? Nee, omdat Anouk al heel lang bij haar is. Oh, en, kijk. Anouk die is al langer op reis. Ja, dus ik ben zeg maar door Anouk ben ik... Anouk heeft jou enthousiast gemaakt voor Maybrit. Ja. Ik heb begrepen dat jij hebt
Ja, en heb je zo'n moeilijke naam? Vertel nou eens even. Sarah Dabirsiri. Zeg, goeie mens. Nou, in ieder geval, jij hebt haar enthousiast gemaakt. Ja, klopt. Ja. Ik heb haar enthousiast gemaakt. En ik begrijp, jij exposeert ook voor het eerst. Ja, klopt. Nou, en heb jij nog wat met thema geluk gedaan? Nee, we hebben eigenlijk geen tijd gehad vanwege school en studie en werk. Nee, want het is best moeilijk. Hè? Ja, dus ik heb niet echt een speciale schilderij gemaakt voor geluk. Maar ik kan altijd zeggen dat alle schilderijen hier wel mij gelukkig maakt. Dat bedoel dat ik, hè? Je kan ook schilderen vanuit andere gevoelens, maar doorgaans doe je het wel als je geluk, of je bent op zoek naar het geluk tijdens het schilderen. Dat kan toch ook, of niet? Ja, zeker. Hè? Ja, ja. Een mooi portret met die tatoeage, die vind ik, die staat ook in de folder, hè? Ja, klopt. Want daar ben je wel trots dat die ervoor op staat. Ja, dat is echt... Maar die vind ik ook echt mooi. Die heb je heel fijnzinnig, heb je dat op dat je is armen het schilderij waar ik trots op ben, absoluut. Nou, zie je, dan heb ik dat gelukkig ook een beetje goed bekeken. Ja, nee, dat klopt echt. Dat ben ik wel echt trots op. Jij kan feitelijk alleen maar schilderen, denk ik, als je gelukkig bent. Of zie ik dat verkeerd? Nou, nee, dat kan ook. Je kan ook mooi schilderen als je niet gelukkig bent. Dan verlang je naar het ja, geluk. Klopt. Ja, klopt. Ja. En nog mijn werk. Ja. Deze twee heb ik geschilderd wanneer ik heel klein was. Ja. Nou, niet heel klein, 5 jaar geleden of zo. En deze is best nieuw. Ja. Deze is origineel gemaakt door mij. Ja. En helemaal niks geholpen of zo. En hij is niet heel mooi, maar er zit een verhaal achter van we zijn allemaal hetzelfde, maar toch een beetje anders. Want je ziet helemaal heel veel gezichten die best veel op elkaar lijken. Ja. Maar dan dat zeg maar de kleuren wel veranderen anders zijn. Ja. Zo kan je zien dat mensen ook anders zijn, maar toch hetzelfde. Ja. Die vind ik mooi, die clownachtige mannetje. Ja. Vrolijk. Vrolijk, ja. Ja, ja. Jij bent zelf ook vrolijk van aard. Ja. Ja, anders kan het niet. Ik vind dat een gelukkig schilderij. Ja, echt? Ja, dus jij kan zo meedoen met het thema geluk, vind ik. Ja. Ik wens jullie succes hoor. Ik ga nu weer naar mijn thuisplekje. Tot de volgende keer, hè? Tot de volgende keer. Doei.